zijn vanavond in Rotterdam, maar het is verdomd koud. En we gaan eens kijken hoe Entwine het hier er vanaf gaat brengen in plan C. Dus we gaan even binnen kijken. Ga mee. Jij komt van Aruba en twee van jullie bandleden die komen van Sint Maarten, had ik begrepen. En Haarlem, wat zeggen ze in Haarlem? Haarlem ja, ik kom eigenlijk uit Bloemendaal. Dat Bloemendaal. Is helemaal niet muzikanten correct om het te zeggen, maar ik kom gewoon uit Bloemendaal. Ja. Heb je ook een Golden Retriever? Ja, en een moeder die me met een Volvo ophalen van school. Oh, gaaf. Dat is wel vet. Ja, en we hadden ook zo'n geruit kleed op de achterbank. En is nou iedereen ook van dat jij een band van Roger speelt die zegt van wauw, die gast die speelt bij Roger. Dat is cool, man. Nee, wel andersom. Dat mijn Golden Retriever mij meer waardeert sinds ik hem meeneem naar optredens. Hoe kwam het dat er zoveel vrouwen voor het podium stonden? Waarom? Om... ik weet het niet eigenlijk. Hebben een spreekbuis. Dus jou moeten ze hebben. Ik ben... Ja, I guess being frontman... Dat is je job, weet je wel. Maar ja, het gaat nu echt niet om mij ofzo hoor. Omschrijf je nou de muziek van Entwine? Het is rock en het is reggae en het is bossa, weet je. Maar we proberen het gewoon een beetje te bewerken zodat het een beetje, zeg maar, vloeit. Ja. Is Roger de baas? Is hij de baas? De baas over wat? Over jou? Nee, niemand is de baas. Als hij zegt je moet die baspartij zo spelen, doe je dat dan? Nee, dan ga ik gewoon mijn bas neerleggen en ga ik naar huis. Dan moet ik gewoon de bas spelen dan, toch? Nee, eigenlijk ben ik helemaal niet de baas. Ik doe alles in teamverband, as stupid as that sounds. Dat staat op. Niemand is hier de baas. Want als if anybody would boss around people, then people would not want to work with you or with other people anymore. And then it's not a good team. Dan gaan mensen met tegenzin dingen doen. Dat hoort niet. Of niet in onze band, zeg maar zo. Jullie zijn ook vrienden. Dat niet. Het gevoel dat jij het wel heel erg belangrijk vindt dat er een band om je heen is waar mensen waar je mee op kan schieten. Ja, tuurlijk. Ik ben helemaal echt geen solo-artiest. En zo, ik ben gewoon echt een bandpersoon. Ik ben opgegroeid met mijn liefde voor bands. Ik ken niet echt een solo-artiest die ik echt te gek vind. Wel. Wie dan? Marco Bussato. Ja, maar daar kan je niet tegenop. Marco Bussato is gewoon de grote winnaar. Ik heb de moves, zijn we met A en B. Ja. Ik ben Rogie P en ik doe een duet met iedere E.
lekker belangrijk.